derde ronde van het toernooi om de KNVB-beker speelde PSV uit bij Almere City. En Philip Cocu had de ploeg voor die wedstrijd op 5 plekken gewijzigd. Jeroen Zoet, Jeffrey Bruma, Andres Guardado, Luc de Jong en Memphis Depay waren vervangen voor onder andere deze Jurgen Locadia. Hij met het eerste schot en de redding van Estemadi. Ten opzichte van de competitiewedstrijd van afgelopen zondag tegen FC Utrecht waren er ook basisplekken voor Remco Pasveer, Nicola Isimat, Marcel Rietsmaier en Florian Jozefsoon. En diezelfde Rietsmaier heeft hier de goede paas op Narsing. En na 17 minuten leidt PSV in Almere met 1-0. Rietsmaier met het overzicht. Narsing helemaal vrij. En doelman Estemadi kansloos. En zo lijkt PSV een makkelijke avond tegemoet te gaan. Almere City had in de tweede ronde ADO Den Haag verslagen. Het had daar wel penalties voor nodig, maar het schakelde dus wel een eredivisionist uit. Hoefdraad hier in duel met Hendricks. En Hoefdraad is de winnaar. Mamedov. En dit schot is een eenvoudige prooi voor Remco Pasveer. Arias met ruimte voor zich. Locadia. Maher. Die spel verlegd naar de linkerkant bij Rietsmaier. Opnieuw Maher. Ruimte voor het schot. Goed schot van Adam Maher. Maar opnieuw dus Estemadi die een doelpunt van PSV voorkomt. Arias. PSV op zoek naar het tweede doelpunt. Arias met het schot. En opnieuw een goede redding van Estemadi. En zo zocht PSV het vaak van afstand. Maar vond het vaak dus doelman Estemadi. Estemadi die in de penalty-serie met ADO Den Haag alle vier de strafschoppen wist te stoppen. Waardoor Almere City dus verder bekerde. Salasiwa met Maher voor zich. Kwasten. En Receveur, ruimte voor het schot. En opnieuw Pasveer. Maar het gaf aan dat de ploeg van Fred Grim mee wilde voetballen. Op zoek ging naar de goal, vlak voor rust. Is Sander Keller daar helemaal vrij? Wordt er slecht opgelet? En kan Almere zomaar op gelijke hoogte komen. Keller helemaal vrijgelaten. En dan een rollertje. En Pasveer kansloos. En dus de verrassende gelijkmaker. Kan PSV vlak voor de T nog iets terugdoen? De vrije trap is van Rietsmaier. De vrije kopbal is van Rick Kiek. En die bal had eigenlijk tussen de palen gemoeten. Na rust. Als Cocu heeft ingegrepen, Luc de Jong en Wijnaldum in het veld zijn gekomen voor Rietsmaier en Narsing. Locadia. Willems. De Jong. En dan kan Wijnaldum overnemen tussen twee verdedigers door. En al na 3 minuten in de tweede helft staat PSV weer op voorsprong. Het goed inspelen is van Willems. Dan neemt Wijnaldum die bal mooi over van De Jong. En is Estemadi kansloos. Opnieuw Wijnaldum. Willems. Met een mooie beweging. Wijnaldum. Maar het leidt niet tot een kans voor PSV. Jansen. In de tegenstoot voor Almere. Is Hendricks te snel af? Creëert dan ruimte voor het schot. Maar dat gaat over. Jansen die in de wedstrijd tegen ADO nog 2 keer trefzeker was. Willems. Het zoeken naar Wijnaldum. Maar Maher kan overnemen. Nog altijd Maher. Schotje tegen draads. En net redding van Estemadi. En daar heeft PSV dus gewoon pech. En dus nog altijd 2-1. Arias hier in de fout ten opzichte van Jansen. Jansen op Isimat af. En opnieuw een goede redding van Pasveer. En weer dus hij de gevaarlijkste man aan de kant van Almere City. Vincent Jansen. PSV dan in de tegenstoot met Wijnaldum. Maher. Jozefsoon. En dan op een presenteerblaadje de bal voor Locadia. En die weet daar wel raad mee. Goed klaarleggen van Jozefsoon. En dit soort kansen is aan Locadia wel besteed. PSV op 1-3. En de wedstrijd in feite gespeeld. Willems ziet achterin Wijnaldum vrijstaan. Die kop terug. Hier opnieuw Locadia. En binnen 3 minuten is het 4-1.
Weer een mooi uitgespeelde aanval van PSV. Met de prachtpaas van Willems, het terugleggen van Wijnaldum en het afmaken van Locadia. Zijn 11e bekergoal voor PSV. En dat is een 11e wedstrijd. Aan de andere kant dan Almere City met twee kansen. Die laatste was voor invaller Leon de Kogel. Maar Jansen eerder nog de lat raakte. Opnieuw Almere City, maar dit schot gaat hoog over. Maar een grote kans is voor deze Leon de Kogel. In de slotfase dan als deze Steven Bergwijn zijn debuut heeft mogen maken in het eerste elftal van PSV. Een mooie paas op Jorginho Wijnaldum. En die rond dat beheerst af. En zoalsnog de 5-1. Maar wat een debuut voor Steven Bergwijn. Een prachtige assist op Jorginho Wijnaldum. Die met een schaar Estemadi omspeelt. En met twee treffers PSV verder helpt in het bekertoernooi. En bovendien de jarige Philip Cocu een prettige avond bezorgt. PSV wint dus met 5-1 en voegt zich zo bij de laatste 16 ploegen van het toernooi om de KNVB-beker.